Anatans bestaat dit jaar 10 jaar. Wij zijn de grootste cashewverwerker in Burkina Faso. We zijn ongeveer goed voor 65% van de totale cashew-export. Maar dat is nog steeds maar een druppel op de gloeiende plaat. Want minder dan 10% van de cashew wordt lokaal verwerkt. En de rest gaat op de export naar Azië voor verwerking daar. Door de export van niet verwerkte cashewnoten gaat er veel werkgelegenheid in Burkina Faso verloren. De faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert publiek-private samenwerking. Hierbij ligt de focus op voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Het moedigt ondernemers aan om economische duurzaamheid te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij Anatans gaat het om de verwerking van de cashewnoot. En daarbij zijn 1300 mensen betrokken, waarvan 85% vrouw. In Afrika zijn als ik het om goed limiet bij boer die waar we met een soort en zoek hebben tekken. Waar de jongeren doen jouw ekolo, jangir doen maar bij. Waar ik kan lopen. De tweede activiteit waar we ons op richten, dat is het ontwikkelen van de waardeketen in Burkina Faso. Dus de relatie tussen de boer, zijn coöperatie en de fabriek. Dus om de boeren verder te helpen, werken we samen met NGO's, Woord en Daad uit Nederland en Vermatch Support. En die ondersteunen ons en geven vaak ook de trainingen aan de boeren en faciliteren het partnership met de boeren zelf. Nous recevons à travers, bien sûr, en attendant des formations sur l'entretien des vergers. La mesure de la qualité et la récolte et post-récolte qui fait améliorer la qualité. Il y a du coup une ouverture de marché. Door de samenwerking van Anatrans met lokale publieke partijen en maatschappelijke organisaties zoals Woord en Daad en Fairmatch Support kwam Anatrans in aanmerking voor een subsidie van de faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid. De FDV-subsidie heeft het mogelijk gemaakt om 2100 banen te creëren. En meer dan 80% van deze banen zijn voor vrouwelijke medewerkers. Het heeft geleid tot een hoger inkomen voor meer dan 3000 boeren door middel van de biologische en fairtrade certificeringen. En de boeren hebben ook hun opbrengst en kwaliteit weten te verbeteren door toegang tot microkredieten. Dus door lokaal te verwerken brengen we die banen hier naartoe, voegen we meer waarde toe en helpen we het land zich te ontwikkelen.